Kom maar kijken, want het is een super toffe film. Super grappig en super spannend. Vergeet ons niet te liken als je nog niet geabonneerd bent. Doe dat dan ook. Welke rol heeft u in de film? Ja, als ze komen kijken, heel veel plezier, hè, want het is een super mooie film, vind ik zelf, en ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. In welke film vond jij het leukste? De ene of de andere? Oh, dat kan ik niet zeggen. Wat vond jij het leukste stukje van de film? Het leukste? Wat vond ik het leukste? Met Kev Groenlandig. Dat met die zwarte streep aan die poort, dat ik achteruit moest vliegen. Dat was 2 uur 's nachts. Dat vond ik het leukste. Hoe lang heeft de film geduurd voor op te nemen? Hoe lang Ik denk dat we daar een kleine 3-4 maanden aan gewerkt hebben. Vond je de eerste leukste of een tweede? Vond je de eerste film leukste of een tweede? Ah, wel, ik moet bekennen dat ik de eerste nog niet gezien heb. Echt? Ik was er vorig jaar niet bij op de première en ik heb hem nog niet gaan kijken. Dus ik heb niet. Veilige vraag. Ja, ja ik ben eerlijk, ik heb de eerste niet gezien. Van alle twee goed. Ja, welke vond jij de beste? Van alle twee even goed eigenlijk. Oké. Ik ga nu wel eens de eerste opzoeken. Ja, verder wel. Kijk eerst naar de tweede en dan naar de eerste. Vergeet dat was niet te liken als je nog niet abonneren. Doe dat dan ook. Ik vond hem heel cool om te zien. Wat vond jij? Vond je hem ook cool? Ik vond hem ook heel leuk. Ja? Was hij niet verschoten van de nachtwacht? Ja, hij was heel eng om te zien. Ik dacht, oei, wat is dat nu? Een wolf, een vampier en een elf? Maar ze zijn natuurlijk mijn beste vrienden, hè? Het was heel fijn om hen natuurlijk te helpen, hè? Want ze hadden mijn groot probleem. En jij had het boek komen brengen. Ja, hè? Je moest het boek gaan brengen. Cool, hè? Jij mocht ook meehelpen werken. Ja. Dat vond ik heel tof om te doen. Was je niet bang? Een beetje. Maar toen ik hoorde dat ik mee moest helpen, vond ik het heel cool. Hè? Heel spannend om mee te mogen helpen en het probleem te mogen oplossen. Hè? Dat is niet leuk om in die kamer, mijn kamer te zijn. Dat is een mooie kamer, hè? Vol met boeken en al die prulletjes en al die drankjes en zo. En dat is gewoon in onze eigen herberg, hè? We hadden dat nooit door. Ja, tof hè? Dankjewel. Alsjeblieft. Kom maar kijken, hè. Dat is heel simpel. Kom maar kijken, want het is een super toffe film. Super grappig en super spannend. Leuk om hierin mee te doen. Heel leuk om deel te maken van de elfjes. Super leuk. En heb je nogal eens iets anders gedaan voor te acteren? Studio Tarara heb ik gedaan op VTM. Oké, leuk. Vergeet dat vast niet te liken als je nog niet geabonneerd bent. Doe dat dan ook en dan zeggen we niet dag!